Nou, ik zeg 25, maar ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk van 22 jaar. Ik schat midden 30, iets jonger. Ik hou het tussen de 28 en 31. Ja, ik denk dat ik 30 jaar. Ik denk zelf 24. Ik denk ergens halverwege de 20 of zo. Maar ik ga ergens rond tegen de 30 zitten. Ja? Ik denk 36. Denk hier uit Rotterdam of omgeving? Nee. Nee? Uit Brabant. Een beetje, misschien wel uit de omgeving van, noemen ze wel, Breda of Tilburg. Ik denk niet uit Rotterdam. Misschien Brabant. Ik denk toch wel een beetje niet uit Brabant, maar wel uit een zachte klimaat. Gewoon Nederlandse mensen. Ik denk Delft. Ik denk hier uit de omgeving. Dat ergens de kanten van de Haag omgeving in die richting. Ik denk Den Bosch. Beeldend kunstenaar. Dan moet je toch wel denken, een klein beetje in het lerarenvak, denk ik. Een beetje in die richting. Dat weet ik. Nou, dat dus als je in Nederland bent, dat er misschien dingen zijn. Kan ik zeggen. Ik niet voor reclame maken of zo. Iets met sociaal, denk ik. Sociaal, pedagogisch, zoiets. Vermoed ik. Ik denk iets van de studie psychologie of die kant op. Nou, het kan zijn in psychologie. Het kan zijn dat u van een bedrijf in de richting van onderzoeksgebeuren. In verband met mensen in de wijk, gebeurtenissen in de wijk, dus voor een bepaalde opdracht heeft om dat te doen. Ik denk fotograaf of iets met filmen. Nou, netjes, mooi. Netjes en verzorgd. Heel verzorgd en netjes, heel keurig, heel netjes gekleed. Wel zwart, maar je zou nog van de kerk kunnen zijn, maar dat zou nog kunnen, maar dat weet ik niet zo goed. Gedistingeerd. Niet over décolleté, niet over dat, maar gewoon gedistingeerd. Je kan gewoon bij Hotel New York gaan werken of zoiets. Hè? Goed. Je hebt een open gezicht. Je ziet er eerlijk uit. Nog wel een beetje van, zal ik ze wel benaderen of zal ik ze niet benaderen? Ja, je kijkt nog even de kat uit de boom. Je ziet er gewoon vriendelijk en open uit. Nou, je ziet er schattig uit, dat zag ik al toen je binnenkwam. In het zwart. Ik denk erg rustig, een beetje beschouwend. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Ja, ik denk erg rustig. Ja. Hou mild gewoon. Normaal goed. Goed. Ja, het is best wel moeilijk, maar als ik het zo bekijk, denk ik dat je heel sociaal bent. Je bent een heel sociaal meisje. Open persoonlijkheid. Nou, eens even denken hoor. Ik denk dat je ook vrij meegaan bent, alleen niet om over te lopen. Ik denk op het juiste moment dat je op het juiste moment daar weet te reageren en actie te ondernemen. Ik denk wel aardig en zacht. Ja, ik vind het wel leuk.
Ja. Ik voel me wel op mijn gemak. Maar dat zit hem ook in de leeftijd, want dat had ik vroeger niet. Ja, een beetje onwennig, hè. Dus ik vraag dat zomaar mee, dus dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar u ziet er verder heel netjes uit, zoals ik het zei. Dus een compliment. Een beetje opgelaten. Nou, maar gewoon, ik bedoel, het is toch een stap die je doet tegen iemand die je helemaal nooit ontmoet hebt. En dan vragen laten stellen. Ik kan ook grove antwoorden geven. Dus. Gewoon, ja, normaal. Geen probleem. Het is heel raar om mensen zo te moeten beoordelen hardop. Je gaat toch meer nadenken over wat je wel of niet zou kunnen zeggen. Dan krijg ik de indruk dat je dus dit inderdaad beroepsmatig doet. De manier waarop je reageert. Hè, dus dat kan haast niet missen. En ik vind dat toch wel. Ik vind het niet onprettig om die vragen te beantwoorden. Ik bedoel, je doet het ook goed, je brengt het leuk. Dus wat dat betreft is het niet zo. En dan krijg je hier ook wel eens mensen die dan iets willen enquêteren of wat dan ook. Vaak ook telefonisch en die zeggen het leuk. Stort even 100 euro op mijn rekening, dan heeft u van mij een half uur beschikbaar en voor de rest bekijkt u het maar, want u verdient er ook geld mee. Maar u brengt het gewoon leuk, komt hier leuk binnen, loopt een beetje rond hier te filmen, te fotograferen. En dan vind ik het ook wel leuk om daar dan ook als tegenprestatie een antwoord op te geven. Ja, goed.